gelukkig bij de dierenarts. Hey. Ze gaan Ducky helpen, zo heet het. Gelukkig. We zijn ontzettend blij. En alles komt goed. Goeiedag iedereen. Dus dat was 2 weken geleden. En waarom ik zo lang heb gewacht om deze video te maken. Want ik dacht, nou Ducky die komt wel weer terug en dan film ik dat ook weer. Maar hij gaat eigenlijk van de dierenarts gelijk door naar de dierenasiel. Dus dat is inderdaad wel dus beter. Hè? We hebben geen last meer van. Maar helaas. Dacht ik dat ik dat ze de voet zijn pootje konden redden, maar die hebben ze eraf gehaald. Een voetstukje, ik weet niet tot welke hoogte. Want ja, ik zal het niet meer zien. Dus dat is wel, dat vind ik wel triest. Dat vond ik wel kloot om te horen. Maar het is niet anders. Dingen gebeuren gewoon eenmaal waar je gewoon geen vat op hebt. En tenminste, hij gaat wel tenminste gelijk door naar de dierenasiel, waar die verzorging krijgt. Dus dus dat is dat. Waarom wij niet alle honden naar de dierenasiel kunnen verplaatsen, is dat ze pakken niet alle honden aan. Ze pakken gewoon alleen de honden aan die het meest overlast zorgen. Of heel mager zijn, onderbevoed, weet je wel, of erg ziek zijn. Die pakken ze aan. En daarom, onze honden zien er gewoon goed uit, zijn gezond en verzorgd. Dus nadat we ze stuk voor stuk proberen te verplaatsen of te zoeken naar iemand die een hond wilt. Want er is gewoon geen andere keus. Kunnen ze niet allemaal, oké, plaats allemaal naar een hondenasiel. Want ja, ze zijn gewoon, ze hebben gewoon geen veel plek meer. Geen veel plek zit over vol. Dus als de hond kiezen, dan kiezen ze hond met, zoals ik al zei, of ondervoed. Of die ontzettend veel overlast zorgt of die erg ziek is. Dus dat is dat. Dus van de 7 hebben we nog 5 over. Eentje hebben we weg kunnen geven. De andere zit dan in het dierenasiel. De overige 5, waarvan 2 teefjes zijn, die gaan we laten steriliseren. Die staan op de lijst. En als ze gesteriliseerd worden, dan... ik vind die idee niet helemaal echt top, maar oké. Dan worden ze in de stad, hier in het centrum, worden ze gedropt. En er is, zoals meer honden hier zijn. En er is iemand, 2 personen eigenlijk, die ze elke dag dan eten geven. Dus in die zin lopen ze los. Maar ze krijgen wel elke dag eten.
Dus ja, ik hoop dat dat goed gaat. Ik hoop niet dat ze als ze mij zien, dat ze ja, achter mij aangaan of wat dan ook. Ik zal ze ook zoveel mogelijk proberen vermijden om in de stad te lopen. Want ja, ik moet maar zien of dat wel goed gaat. Maar oké, dat is zo doen ze dat hier dus in Brazilië. En ja, en als dat gebeurd is, dan hebben we nog maar drie over, drie mansionden. En ja, dan gaan we maken nog steeds filmpjes en posten, nog steeds video's in de ondergroepen, zeg maar, die we hebben op Facebook en WhatsApp. Maar ja, dat is gewoon een proces, dat duurt gewoon. Ja, we hebben op laatst wel iemand nee tegen iemand gezegd. Maar die zei ook eerlijk, ja, ik wil een hond voor de boerderij, maar ik geef daar geen aandacht. En ja, hij geeft gewoon, ja. Hij gaat ook geen hondenbok kopen. Hij gewoon geeft gewoon rijst, witte rijst. En ja, als het dan regent, dan moest de hond dan ook buiten slapen. Dus daar hebben mijn vrouw en ik gezegd van, nou ja, oké, okay, we bedanken voor je eerlijkheid, maar liever niet. We gaan verder zoeken. Zo, so, então, sorry, een stukje Portugees. Ja, we gaan een proces wat nog steeds bezig is en wat best wel lang duurt, maar we hebben nog alle hoop en ja, komt wel goed, toch? Je moet altijd positief blijven kijken. Dus ja, dat was de laatste update eigenlijk over Ducky de hond die nou zeg maar die naar het dierenasiel ging. Die snel doorgaan naar naar de dierenarts en die door naar de dierenasiel gegaan is. Eén hebben we weg kunnen geven, vijf over. Twee gaan we laten steriliseren, die twee gaan naar de stad. Houden we nog drie over en die moeten nog een plaatsje kunnen geven. Maar dat, als we weer nieuws hebben, dan zal ik dat natuurlijk weer mededelen via een video. Dus bij deze wens ik jullie dan ook nog een hele fijne dag en tot de volgende vlog. Doei!